Dit is Paul Cliteur voor Café Weltschmerz en ik spreek vandaag met Sam van Rooij over zijn nieuwe boek. En dat boek dat heet Voor Vrijheid Dus Tegen Islamisering. Sam, wij kennen elkaar, dus we tutoyeren elkaar en wij gaan vandaag spreken over dat boek. Dat gaat over islamisering, maar nou heb ik uit een ander boek geleerd van jouw vader, van Wim van Rooij, ook een goed bekende hier bij Café Weltschmerz, dat dat een onderwerp is waarover men niet spreekt. Dus wij gaan dus nu een drie kwartier lang gaan wij spreken over iets waarover men niet spreekt. Zeer goed. Ja? Ja? Goed. Wel, het is te zeggen, er wordt wel over gesproken, maar niet op de juiste manier. Ja. Dat is eigenlijk de essentie. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja, en in die zin hebben wij ook gediscussieerd over de titel van het boek waarover men niet spreekt. Dus laten we daar eens mee beginnen. Ja. Zullen we daar eens mee beginnen? Dit is waarover men niet spreekt. En dat is een enorme dikke turf van 600, meer dan 600 pagina's. Bezonken gedachten over postmodernisme, Europa en de islam. En het is geschreven door jouw vader. Ja. En er is een interessant verhaal ook over dit boek te vertellen. Wat misschien in Vlaanderen uitvoerig bekend is, maar denk ik toch in Nederland niet helemaal. En laten we daar eens mee beginnen met dat uiteen te zetten. Wat is dat verhaal over dit boek? Wel, het is eigenlijk een vervolg, hè, om te beginnen op mijn vaders eerste boek. Ja. Dat heet De Malaise van de Multiculturaliteit. Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja, ja, is gepubliceerd in 2008 bij ACCO. Ja, ja. En vervolgens, dit heeft hij dus als opvolger geschreven, maar de uitgeverij Pelkmans, dat was de oorspronkelijke uitgeverij in Vlaanderen, die wilde het uiteindelijk niet publiceren. Dus zij hebben eigenlijk het contract dat er lag verscheurd. En er was al een contract. Er was al een contract. Een contract dat een boek zou worden uitgegeven en het contract... Klopt, en de man, de man die het boek begeleidde voor Pelkman, dat is Karel Drabbe, die is ook ontslagen. Dus de uitgever, Pelkmans, die was zo politiek correct dat ze na de lezing van het manuscript uiteindelijk hebben gezegd van bovenaf, dus eigenlijk, van dat gaan we niet doen. En Karel Drabbe, jij hebt zo'n slechte beurt gemaakt door dit wel te willen doen, dat jij moet gaan. En natuurlijk, daardoor heeft het boek ook een hele grote bekendheid gekregen. Ja, dus de verkoopcijfers heeft dat zeker geen windeieren gelegd. Er zijn al 13.000 exemplaren ondertussen van over de toonbank gegaan. Ja, ja. Mijn vader heeft er ook talloze lezingen gegeven in Vlaanderen en ook een deel in Nederland over dit boek. En het heet dus Waarover men niet spreekt. Maar eigenlijk, nogmaals, gaat het erover, men spreekt er wel... in toenemende mate over, en dan bedoel ik de islam en de impact op onze samenleving, het postmodernisme, wat in de ondertitel van het boek tot uiting komt, bezonken gedachten over postmodernisme, Europa, islam. Maar de manier waarop is natuurlijk nog altijd in grote mate die politiek correcte manier, waarbij er niet alleen verkeerde dingen worden gezegd en valse voorstellingen van zaken worden gegeven, maar ook inderdaad, heel veel dingen worden toch min of meer toegedekt of er wordt effectief niet over gesproken. Voordat we daarover verder gaan, vind ik toch nog even interessant om nog even iets langer door te gaan over de ontstaansgeschiedenis van dat boek waarover men niet spreekt. Dat is vreemd. Dus er is een redacteur, de redacteur is Karel Drabbe, die heeft dat boek aangenomen van jouw vader, boek kennelijk helemaal gelezen. Die denkt, nou, dit is een boek dat we gaan uitgeven. En dan er komt een contract, er wordt een contract gemaakt, alles wordt... Het heeft zelfs al in de catalogus ook van Pelkman aangekondigd. Ja. Dit boek gaat er... Ja, toch? Ja, dit boek gaat er aankomen. En dan ineens, dan is er dus iemand, dus neem ik aan, hoog in de hiërarchie bij Pelkmans, die zegt, wij gaan dat niet doen. En wat voor reden gaven ze daarvoor op? Is dat nog naar voren? Ja, en in die catalogus overigens werd mijn vader ook aangekondigd met trots als de Vlaamse Erik Zemmour. Dus men was daar toch blijkbaar zeer vervuld mee. Men had ook de hoop en de wens dat het goed zou verkopen. Ja. Anders zou men die naam Erik Zemmour niet gebruiken, wat toch een bekende Franse intellectueel is. En een maar misschien niet een bekende Nederlandse intellectueel. Die Erik Zemmour, dat is een belangrijke Franse historicus. Iemand die veel deel ook uitmaakt van panels in praatprogramma's. En die heeft een boek geschreven, Le Suicide Français. Ja, klopt. En daarin beschrijft hij eigenlijk de geschiedenis van Frankrijk.
Sinds de Gaulle. En dat is een geschiedenis van Frankrijk. Nou, dat is niet zo mooi. Het gaat eigenlijk steeds slechter. Klopt. En dat heeft te maken met immigratie. Ja. Dat heeft te maken met islam. Ja. Dat is dus eigenlijk een beetje een vervalsgeschiedenis van Frankrijk. En dat boek, dat heeft ook enorm verkocht in Frankrijk. Het was een enorm succes, hè? Klopt. Ja. En jouw vader dus, daar dachten ze van, nou, dat is eigenlijk een beetje de Vlaamse Erik Simon. Ja, voilà. En het loopt natuurlijk gelijk. Hè. Ja. Dit boek gaat ook eigenlijk over de zelfmoord van onze cultuur, van onze beschaving. Ja, 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 dus, ja. Maar goed, Van Hogerhand, zoals je zei, is er dan plots opgetreden. Dat was ook een nieuwe manager die op dat moment zich aan het inwerken was in Pelkmans. Mm. En die blijkbaar die uitgeverij een ander cachet wilde geven, een politiek correcter cachet, zou ik willen zeggen. Ja. Waardoor werd gezegd, ja, dit boek dat kan niet, want dat is stigmatiserend naar moslims toe. Ja, het typische verhaal, hè. Dus, voilà. Ja. Ja, ik heb het boek gelezen. Ik heb het helemaal gelezen en dat is een stevige prestatie. Want het is, zoals ik net al zeg, het is meer dan 600 pagina's. Maar ja, ik kan er alleen maar van zeggen dat grote onzin is. Want wat Pelkmans dus heeft gedaan, het is een heel interessant boek. Het is een meeslepend boek. Het is ook een boek, ja, het komt een beetje als een trein over je heen. Hè? Jij schrijft weer anders dan jouw vader doet. Daar gaan we het straks over hebben. Ja, want ik heb daar wat opmerkingen over die ik kwijt wil. Maar het is een enorme... Ik vond het mooi dus in het boek van Wim, dat het is een trein die je overheen komt. Je komt wel onder de indruk van zijn verhaal. Af en toe wordt het verluchterd door sommige autobiografische passages. Dat hij een heel hoofdstuk erin heeft, waarin hij dus een beetje ingaat op zijn eigen autobiografie. Ja. Dat vond ik leuk, dat verluchtert dan weer. Maar het is ook wel weer natuurlijk een bedrukkend boek. Het beschrijft wel, nou ja, wat er aan de hand is. En je wordt er niet heel erg vrolijk van. Maar goed, dat boek, dat is dus uiteindelijk uitgekomen, toch? Maar niet in Vlaanderen. Nee, dus in Nederland. In Nederland, ja. Ja, dus, ja. Een nieuwe, relatief kleine, al is ze nu ondertussen al gegroeid, denk ik. Ja, uitgeverij De Blauwe Tijger. Ja. Van Tom Switzer. Ja, precies. En die was denk ik net opgestart met zijn uitgeverij. Ja, en die was onmiddellijk geïnteresseerd om dat uit te geven. Ja, prachtig. En ja, dat geeft voor mij toch ook aan, dat vind ik wel belangrijk om even te zeggen, wat ik zelf ook merk, want ik volg Nederland zeer goed. Ik heb hier vroeger ook gewerkt. Ja. De cultuur in Nederland is toch opener, de debatcultuur, de cultuur wat boeken betreft enzovoort, opener dan in Vlaanderen. Het is echt niet verwonderlijk dat hier dan wel kan uitgegeven worden en in Vlaanderen niet. En ik weet dat er nu heel veel Nederlanders zitten te kijken, want ik heb vaak die discussies en die zeggen dan, ja, die zeggen helemaal dat is helemaal niet waar. En dan zeg ik, nee, natuurlijk, er is heel veel om kritiek op te hebben in Nederland wat dat betreft. Okay. Maar in Vlaanderen is het gewoon nog erger, het politiek correcte klimaat. Vlaanderen is ook kleiner qua taalgebied dan Nederland natuurlijk. Dus wij hebben sowieso een minder diversiteit qua uitgevers, qua kranten, qua media enzovoort. En dat zie je dus hier in deze zaak. Toch ook, dat heb je samen met je vader gedaan. Jullie hebben ook al eens eerder een boek hebben jullie samen geredigeerd. De Islam, kritische essays over een politieke religie. Sam van Rooij en Wim van Rooij. Met een enorme keur aan auteurs. Bij academic en scientific publishers. Dus er is ook wel, dit is ook wel gelukt om dat nu in Vlaanderen uit te brengen. Klopt. In 2010. Dat was in 2010. Ik ben nog altijd zeer trots op dat boek. Dat wordt ook nog altijd goed verkocht. Er staan ook heel veel Nederlandse auteurs in, zoals Arabist Hans Jansen, die ons helaas is ontvallen natuurlijk in 2015. Ja, ja. Maar ook Ehsan Yami, de ex-moslim. Hafid Bouassa, Karel Brendel, Afshin Elian. Nahed Selim. Ja, heel interessant. Michiel Hegener. Ja, ik zie het. En dat is eigenlijk, ik noem het een beetje de Bijbel van de islam, om een beetje provocerend. Ook wat omvang betreft. Ook wat omvang betreft, om het een beetje provocerend te zeggen. En daar was ook een probleem mee met dit boek wel ook. Want de uitgeverij die het uiteindelijk heeft uitgegeven, die wilde niet dat het boek Zwart Boek Islam zou heten. Want dat was eigenlijk het opzet en was ook de oorspronkelijke titel. Ja. Maar die heeft letterlijk aan ons gezegd, kijk, als we die titel nemen, dan hebben we angst dat
onze ruiten worden ingegooid of dat ons personeel gevaar loopt. En dat was nota bene nog voor Charlie Hebdo en heel veel aanslagen. Dat was in 2010. Maar je ziet toen al. Ja. En toen hebben wij, dat zeg ik ook eerlijk en ik ben daar niet trots op, maar we wilden het zo graag uitgegeven krijgen dat we het dan toch hebben toegegeven op die titel. En dat we dan een zwarte cover van hebben gemaakt, maar de titel is, zoals je zei, de islam. Maar je bent nog een beetje vastgehouden aan het oorspronkelijke idee door middel van de kleur. Ja, door middel van de kleur. Het is een zwart boek over de islam. Het is een zwart boek, in twee woorden dus, over de islam. Okay. Maar ik blijf het zeer jammer vinden, want zwart boeken bestaan natuurlijk over allerlei systemen, het katholicisme, communisme. Het communisme enzovoort. Ja. Niet veel later is er... Katholicisme neem ik aan ook wel nu, althans, daar kunnen we ook wel een zwart boek over maken. Wel, bij de Standaard is er niet veel later een boek uitgegeven... Wel vertaald, denk ik, uit een andere taal. Dat heet Zwartboek Katholieke Kerk. Oh, dus je ziet, dat kon perfect wel. Ja. Maar Zwartboek Islam, dat werd direct onthaald op... Oei, zullen we dat wel doen? En we hebben angst. En dat bewijst natuurlijk hoe prangend het probleem is. Hè, en hoe groot het probleem ook is. Het is een vorm van zelfcensuur. Hè, en dat is verschrikkelijk natuurlijk. Ja. Ik begrijp het. Dit boek... is uitgegeven, jouw nieuwe boek Voor Vrijheid, tegen islamiseren, is uitgegeven bij Doorbraak. En Doorbraak is ook een Belgische uitgeverij. En die is opgericht een Vlaamse uitgeverij. En die is opgericht door deze Karel Drabbe. Heb ik dat goed? Dat is dus de Karel Drabbe die bij Pelkmans ontslagen is. Klopt. Vanwege het boek van jouw vader. Klopt. En dat is uitgeverij Doorbraak geworden. Dus indirect is jouw vader eigenlijk een beetje de geestelijke vader van uitgeverij. Doorbraak dat geworden. Is zo, ja, absoluut. Door een gekke samenloop van omstandigheden, Absoluut. En het gaat goed met die uitgeverij, Doorbraak. Ja, publiceert jaarlijks heel wat boeken. Dus, En ze geven ook Doorbraak geeft ook een tijdschrift uit. Klopt. Vroeger was dat enkel papier, maar nu is het, andersom is het enkel nog internet. Dat dus door, gezien, doorbraak.be is de website. Dus dat is ook bedoeld, die website, om een beetje een tegenwicht te bieden aan de Vlaamse mainstream media. Dus is een beetje Vlaams-nationalistisch getint. Men zegt dat het rechts is, maar what's in a name? Hè? Het is niet politiek correct zoals de meeste andere Vlaamse media. Dan is het natuurlijk rechts. Ja, dat is interessant. Dus we moeten eigenlijk via wat perverse speling van het lot... moeten we eigenlijk die politiek correcte Pelkmans dus dankbaar zijn... voor het feit dat er een hele nieuwe uitgeverij is gekomen. Eigenlijk een nieuw tijdschrift misschien ook wel. Hè? Doorbraak. En dat heeft dus vergaande consequenties gehad. Dat is overigens nu ook Polis. Dus Pelkmans is met die nieuwe manager enzovoort. Dus dat heet Polis. Okay. En die geven vooral politiek correcte... Nog steeds. Het is niet zo dat ze uit deze affaire geleerd hebben. En dat ze hebben gedacht van dat was toch eigenlijk niet goed of zo. Helaas niet. Ik denk dat ze zich maar één ding beklagen. Dat is dat dit boek zo goed verkocht heeft. Dus ze hebben daar wel wat... commercieel hebben ze daar een zeer domme zet gedaan natuurlijk. Ja. Dat is jammer. Goed. Oké, maar hier is jouw boek ook uit voortgekomen. Ik wilde daar eens wat verder met je over doorpraten over dit boek. Islamisering. Misschien eerst de cover. Ja, inderdaad. Dat is wel leuk. Ja, eerst de cover. Die cover, dat is een dame in een... Is dat een burkini? Wel, het lijkt op een burkini natuurlijk, maar het is geen burkini in die zin dat het niet bedoeld is om te zwemmen, maar om dus beachvolleybal te doen in dit geval of een andere sport. Ja. Maar er zit ook nog een verhaal aan vast, want oorspronkelijk wilde ik een andere cover op het boek, namelijk van demonstrerende moslima's voor het Atheneum van Antwerpen. Die demonstreerde voor de hoofddoekdracht. Want het Atheneum van Antwerpen zou die de hoofddoek gaan verbieden, of had die al verboden. Ja. En zij demonstreerde voor. Maar toen wij die foto wilden kopen, want je kunt die dan kopen bij een persagentschap, zoals Belga in dit geval. En toen ze aanvoelden waarvoor het zou gebruikt worden... Ja, wilden ze niet meer. Wilden ze niet meer. Dat staat ook beschreven in het boek, dat proces. Wat ook weer zoiets is van... Ja, ik heb dat ook geschreven. Mocht dit een boek zijn over de katholieke kerk of over het sionisme of noem maar op... Dan zou denk ik nooit zo'n bezwaar worden gemaakt bij het aankopen van een foto waarop bijvoorbeeld demonstrerende katholieken of demonstrerende joden staan. Dat ligt allemaal niet gevoelig. Alleen de islam ligt altijd gevoelig.
In Antwerpen is er een lyceum. En van dat lyceum is de, of was, of misschien is nog steeds de directeur, directrice, dat is mevrouw Heremans, klopt, Karin Heremans. Klopt, ja. En deze Karin Heremans heeft op een gegeven moment ontdekt dat er druk werd uitgeoefend op meisjes om een hoofddoek te gaan dragen. Ja. Eigenlijk zulke zware druk werd er op die meisjes uitgeoefend dat zij heeft gezegd, je moet als school moet je ingrijpen. Klopt. En je moet gaan verbieden om die hoofddoeken te dragen, om die intimidatie jegens die meisjes zonder hoofddoek, om dat onmogelijk te maken. Hè? Dus dat, is, ja. Dat is eigenlijk was de gedachte van Heremans. Ja, en zij heeft een liberale pedigree, ja. Zeg maar. Zij is een liberale, ja. En dat vind ik, ja, heel belangrijk om te benadrukken, omdat zij, ja, daar effectief 10 jaar, misschien zelfs langer, mee heeft geworsteld. Ja, ze wilde het eerst niet. Nee, natuurlijk. Zij is een echte liberaal. Dus, ja, zij zegt, ja, mensen moeten kunnen dragen wat ze willen. Wat, ja, ook een zeer mooi en goed liberaal principe is. Maar, ja, uiteindelijk heeft ze alles geprobeerd. Ze is gaan praten met de ouders. Ze, ja, heeft honderden gesprekken gehad met de ouders. Dus ook met de leerlingen. Ja. Het is allemaal niet gelukt. Er werden afspraken gemaakt aan, die, ja, werden niet nagekomen. Ja. Het probleem bleef maar aanslepen en groeien. En dan heeft zij uiteindelijk beslist tegen haar eigen principes, mm, en haar wil in. Ik doe een hoofddoekenverbod. En ja, wat er toen is gebeurd, dat bewijst ook hoe ver die islamisering al is doorgeschoten. Hè. Zij werd met de dood bedreigd. Zij moest 24 uur beveiligd worden. Er was een imam die begon de moslimgemeenschap op te hitsen tegen haar. Mm. Dus ze heeft daar echt zwaar van afgezien. En dat is natuurlijk een verschrikkelijk en ook een tekenend voorbeeld van, op microschaal dan in deze, in een school, van wat er op groter schaal in onze samenleving aan, ja, het gebeuren is. Mm. Maar misschien even nog verder, ja, dan over, ja, de cover. En toen gingen de dames dus voor. Want ik denk, in Nederland weten ze niet wat dat lyceum allemaal, nee, is in, klopt, Antwerpen. Klopt. Maar oké, toen zijn dus die dames die zijn met hoofddoeken zijn gaan demonstreren, ja, voor het lyceum van, ja, van mevrouw Heremans. Ja. En die daar was een foto van, ja, en die mocht jij niet die gebruiken. Die mocht ik dus niet gebruiken, nee. Maar misschien ook al goed. Je, ja, ziet, net zoals bij de uitgever, er is dan eigenlijk iets veel, ja, beters uit voortgekomen. Ja, dat is deze, ja, cover, en daar, ja, ben ik zeer blij mee. Ik heb er ook al ontzettend veel positieve commentaren over gehoord. Ja. Een foto genomen op de Olympische Spelen in Rio, ja, van Egypte tegen Italië, maar er zijn, ja, ook andere landen met dat soort foto's. Ja. En dan zie je dat het Olympisch Comité blijkbaar heeft beslist, toegestaan, dat de moslims als enige de outfit mogen dragen die volgens hun godsdienst of hun religie, ja, wordt opgelegd. Oh, ja. Terwijl, Paul, ja, ik ken nu van het pastafarisme, geloof ik, als je daar zou willen gaan, ja, beachvolleyballen met, ja, een pasta vergiet op je, ja, hoofd, ik, ja, geloof nooit dat men, nee, dat zou toestaan. Nee, dat denk ik ook niet. Maar voor de islam doet men dat dan wel. Maakt mij die uitzondering. En er, ja, zijn trouwens ook veel mensen gechoqueerd als ze die foto zien, want er zijn toch veel mensen die de foto nog niet kenden, nee, en die denken dat het gefotoshopt is. Aha. En dan zeg ik, nee, ja, het is een echte foto. Ja. En ik schrijf ook in het boek, zou dat straks bij Wimbledon bijvoorbeeld ook gaan, ja, gebeuren, weet je? Die hebben ook een kledijcode, ja, al zo, ja, lang, waar zeer strikt op wordt toegezien. Ja. Zou men dat dan ook toelaten als er straks een, ja, moslima opstaat die goed kan tennissen en die... Nee, ja. Ik hoop het niet, maar het typeert wel dus volledig de titel. Ja. He, dus de vrijheid zit aan de kant van de bikini en dus het bloot ook dat wij dan zien. Mm. En de islamisering zit aan de kant van, ja, je kunt het een soort burkini noemen, mm-hmm, waarbij dat soort outfit wordt toegestaan. Het aardige vind ik, er zijn verschillende dingen aardig aan de foto. Een van de dingen die ik ook aardig aan de foto vind, dat is dat het niet al te gruwelijk is. Je had een gruwelijke foto's, ja, kunnen vinden. Hè. Er zijn ook van die foto's van vrouwen in een boerka, of in een niqab. Dan heb je alleen het spleetje. Dan zijn ze helemaal gesluit. En dan geven ze bijvoorbeeld een kind de borst of zo. Ja. Dan denk je, oh god, het drama spat er vanaf. Absoluut. En hier heb je nog iets. Nou ja, oké. Okay, je kan er nog... Je keert niet helemaal je hoofd, nee, af. Nee, want er zijn zelfs mensen die mijn ideeën en ook mijn boek niet zo positief genegen zijn. Mm. En die zeggen tegen mij, ja, maar wij zien daar iets heel positief zien, want kijk eens, zij spelen toch leuk beachvolleybal, ja, 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 samen, ja, 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 ondanks het feit dat ze heel verschillend gekleed zijn en heel, ja, verschillend zijn van ideeën, ja, lukt het blijkbaar toch om samen beachvolleybal te spelen. En dat natuurlijk is dan hun visie op die foto. Maar ik heb bewust, Paul, geen gruwelijke foto, want ik had ook een moslim met een kalasjnikov kunnen kiezen, ja, of een Koran, of een moskee, zo zijn er heel veel. Ja, ja, ja. Omdat ik bewust wil laten zien dat het over islamisering gaat, stap voor stap,
op een niet gewelddadige manier. Mm-hmm. En waar de vrouw en de lichaamsbedekking die wordt opgelegd aan de vrouw een heel belangrijke en grote rol in speelt. Mm-hmm. Daarom heb ik die cover gekozen en niet een zoveelste cover die verwijst naar jihad of terreur. Omdat ik ook in het boek als essentie eigenlijk aangeef, die jihad-terreur is eigenlijk maar een, hoe erg het natuurlijk ook is voor de samenleving, de slachtoffers en de nabestaanden, is eigenlijk slechts een symptoom, een veiligheidsprobleem vooral, hè, dat overigens vrij goed toch wordt aangepakt, ondanks de vele aanslagen. Ja. Maar het echte gevaar zit natuurlijk in die geleidelijke, wat ik noem legale islamisering, binnen de grenzen van onze wet, via massa-immigratie natuurlijk, om te beginnen, en via de islamitische sluier die je overal opgang ziet maken, ook bij heel jonge meisjes van 10 jaar. Ik zie ze in mijn eigen buurt in Deurne, in Antwerpen, waar ik woon. Somalische meisjes met hoofddoekjes die 10 jaar oud zijn, ook bij dit warme weer. Mm. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Laten we eens proberen dat systematisch een beetje langs te gaan. Het eerste probleem wat we met deze foto geïllustreerd zien, dat is al dat we daar een zien. We zien dus die mevrouw, ik noem het dan maar even in de burkini, in de sportburkini zullen we dan maar zeggen. En daar wordt een uitzondering gemaakt voor één specifieke godsdienst die nooit gemaakt zou worden voor een andere godsdienst. Dat wil zeggen, je verwijst nu naar het vergiet. Als je dus met het vergiet zou aankomen, waarschijnlijk bij de Olympische Spelen of bij een andere sportorganisatie, je moet echt mijn vergiet ophouden. No chance. Hè? Als jij daar komt in de uitdossing van een non of zoiets, nikt. Hè? Als je overal zegt men van nee, je moet je conformeren aan de standaard kledij, religieuze neutraliteit, de Franse laïcité, hè, dan zal men zeggen je moet je kleding aanpassen. Maar nou maakt men voor één specifieke religie, maakt men om onduidelijke redenen een uitzondering. En daarmee is het een aanslag op het gelijkheidsbeginsel. Dat is eigenlijk het eerste probleem. Ja, je zegt onduidelijke redenen. Ja, voor mij zijn die redenen niet zo onduidelijk. Hè. Dat schrijf ik ook in het boek. Het gaat er natuurlijk over dat moslims zijn met heel veel op deze wereld. Hè. Het is de snelst groeiende religie. Ze wordt straks de grootste religie. Ze zal het christendom in de toekomst voorbij gaan steken. Ja. En men maakt natuurlijk ook een soort afweging. Men zegt, ja, we hebben liever dat ze meedoen dan dat ze niet meedoen. En als we dit niet toelaten, dan doen ze niet mee. Dat is een redenering die ik heel vaak hoor, ook bij het gescheiden zwemmen. Als we ze niet gescheiden laten zwemmen, dan kunnen ze niet zwemmen. En dus geeft de samenleving of de overheid dan, en in dit geval het Olympisch Comité, geeft dus eigenlijk toe om ze te laten meedoen. En ik denk dat dat heel nefast is. En ik denk dat je toch nog ook het onderscheid moet maken tussen het pastavergiet en bijvoorbeeld een nonnenkap. Want ik denk, mocht dat worden geprobeerd door nonnen, misschien zou men het ook wel toelaten, omdat een erkende religie blijkbaar ook boven andere uitingen wordt gesteld. Dat is ook het doel van het pastavergiet, om te laten zien, kijk, dit is nu een religie die wij nu in het leven roepen, maar omdat die niet zo groot is, nog niet, kan groeien natuurlijk, wordt dat achtergesteld ten opzichte van de bestaande grote religies. Wat je eigenlijk zegt dus, dat is dus dat toegeven aan die eisen van deze minderheid wordt ingegeven door islamofobie, maar dan in de meest oorspronkelijke betekenis van het woord. Letterlijke angst. Dus die angst voor die islam, dat zit eigenlijk niet bij mensen als Sam van Rooyen, Geert Wilders. Dat zit bij die overheden die kennelijk zo bang zijn voor die islam, dat als ze dus niet capituleren en niet toegeven, dat ze dan veel meer problemen krijgen. Ja, absoluut. En ook, nogmaals, het feit dat men zegt, ze moeten kunnen meedoen. Hè? Ja. En daarom gaan wij het toegeven. Hè? En dat klinkt natuurlijk heel mooi op zich, maar je laat daarmee toe. En dat vind ik toch nog wel belangrijk om te benadrukken. Als we het hebben over het pastavergiet of de nonnenkap of welk symbool ook. Die sluier van de islam voor de vrouw, die lichaamsbedekking voor islamitische meisjes of vrouwen, heeft natuurlijk echt wel een heel specifieke betekenis. Ja. Die bijvoorbeeld het pastavergiet
of de nonnenkap niet heeft. Nee. Hè? Dat is het is een seksualiserend symbool. Mm. Het maakt van niet gesluierde vrouwen hoeren eigenlijk. Hè? Die mogen worden aangerand. Ja. En het is ook een totalitair symbool. Want het draagt eigenlijk uit van de islam staat boven onze vrije samenleving en onze democratische rechtsstaat. En wij willen dat uitdragen. Ja. En dus moeten de regels van de islam worden gevolgd. Omdat je het woord hoer gebruikt, heb ik hier een ander boek van Anke van der Meers. Een collega van jou bij het Vlaams Belang. Hoer nog slavin. Vrouwen en de islam. Dit gaat helemaal over dus vrouwen in de islam. Ja. Ik vind dat een zeer belangrijk boek. Waarom? Omdat de vrouw is in zaken islamisering, is de vrouw een van de, van de sleutel figuren, zal ik dat maar zeggen, om een samenleving te islamiseren. Dat hebben we recent nog gezien bij de Iraanse revolutie. Het eerste wat gebeurt is de verplichte sluier voor vrouwen. Het eerste wat gebeurt is dat zij terug achter het aanrecht moeten en dat zij niet meer de vrijheid hebben om zichzelf te ontplooien, noem maar op. Dus de vrouw is daar zo'n belangrijk element in die islamisering, in het islamitischer worden van een samenleving, dat we ons daar enorm moeten oprichten, vind ik. En dat heeft Anke van der Meers dus gedaan met haar boek. En zij is zelf Miss België is er geweest. Klopt, hoe raakt Miss België verzeild eigenlijk bij zo'n heftig onderwerp als dit? Kan je daar iets over vertellen? Ja, misschien moet ik het aan haar zelf vragen. Ze heeft daar recent ook een boek over geschreven. Want dat heb ik ook gelezen. Haar nieuwste boek, dat gaat over hoe is zij van Miss België in de politiek gestapt. Waarom heeft ze dat gedaan? En hoe is ze dan bij het Vlaams Belang terechtgekomen? Ja. Ze schrijft daar ook in hoe ze als juriste, want ze is eigenlijk een juriste, hoe dat haar verging, zeg maar, in die juridische wereld. Dus een zeer interessant boek. Maar het lijkt mij evident dat een vrouw als Anke van der Meers, die een vrijgevochten vrouw is, die carrière heeft gemaakt, zowel met haar uiterlijk als ook met haar diploma, hè, en nu ook in de politiek. Hè. Zij is eigenlijk het prototype van een westerse, geëmancipeerde, vrije vrouw. Ja, dat zo'n vrouw zich enorm opwindt en bezighoudt met de islamisering van onze samenleving, omdat zij dat natuurlijk ziet gebeuren en ook voelt gebeuren natuurlijk als vrouw in al haar vezels. Hmm. En ook, zij heeft een dochter. Dus ook voor haar dochter maakt zij zich enorm veel zorgen natuurlijk. Ja, en daarom heeft ze dat boek geschreven. Nou zullen er mensen zijn die zeggen, deze mevrouw in de, ik noem het nog maar weer even, de sportburkini, die heeft daarvoor gekozen. Zegt ze zelf ook, zegt denk ze ik. Zelf, ze is en die is niet. Maar het punt wat jij wil maken is van, luister, op het moment dus dat je eigenlijk met dit kledingstuk, op het moment dat je daar zelf voor kiest, betekent dat er nog niet dat de vrouwen in Pakistan en Afghanistan en Saoedi-Arabië en al die andere landen, dat die er vrij voor kiezen. Dus je gaat in feite lopen met symbolen die zwaar beladen zijn. En dan zal deze mevrouw waarschijnlijk zeggen met de burkini van, ja, ik geef er nu even een andere duiding aan. Klopt. Maar je kan ook niet zo door een hakenkruis eventjes een hele andere betekenis geven. Dat beschrijf je gewoon volgens mij ook ergens in jouw boek. Ja. Dat het hakenkruis is een oud symbool eigenlijk. Dat gaat heel lang terug. Ja. En dat heeft helemaal niet oorspronkelijk, is niet door de nazi's uitgevonden. Maar als nu iemand met een hakenkruis gaat lopen, dan is dat nou niet zo'n leuk signaal wat je afgeeft. En als die persoon dan zelf zou zeggen, oh luister, ik draag het niet gedwongen. Ik heb er zelf voor gekozen. Dan zeg je niet, oh dat is goed. Ja, ga dan maar door, weet je. Of die persoon zegt, ik geef er een heel andere betekenis aan. Ja. Ik loop nu met de swastika, maar voor mij betekent die dat ik de Joden graag zie. Ja, dan zal iedereen zeggen, je bent van lotje getikt. Ja. En ik vind dat een van de grootste problemen vandaag ook in onze vrije westerse samenleving. Dat er effectief wel heel veel moslima's zijn die er zelf voor kiezen. Of althans, want dat weet je natuurlijk nooit 100% zeker. Hè, een vrije keuze, ja, wat is dat uiteindelijk? Dat is een filosofisch debat natuurlijk. Maar die tenminste wel zeggen dat ze er zelf voor kiezen. Ja, ja. En zij ook, zij zegt dat. Ja. En ja, dat is natuurlijk, ik zeg in het boek ook, dat is je middelvinger opsteken naar die miljoenen, tientallen miljoenen moslimvrouwen in Pakistan, Iran, Qatar, Algerije, noem maar ook hier bij ons, die er natuurlijk wel onder gedwongen worden. Ja. En bovendien, de symboliek is wat hij is natuurlijk. En die is uiteindelijk vastgelegd
in de hadith en in de Koran, in de islamitische bronnen. En die kan jij niet met een vingerknip ongedaan maken natuurlijk, die symboliek. Hè? Nee, dat is een heel lang proces, als dat al ooit kan gebeuren. Ik denk dat niet, maar goed. Maar dat zou een heel lang proces zijn, waar de islamitische rechtsscholen, de Organization of the Islamic Cooperation, gezaghebbende leiders zoals Erdogan en de Ayatollahs van Iran, als al die mensen de islam zouden hervormen en van die islamitische sluier iets anders zouden maken, en bijvoorbeeld iets dat de mannen ook zouden beginnen dragen, waardoor het geen vrouwenonderdrukkend symbool meer is, dan kunnen we terug praten. Ja, maar nou zijn er mensen die zullen zeggen, ja kijk, we hebben dus twee vrouwen hier, hè. We hebben dus deze mevrouw, maar we hebben ook deze mevrouw. En deze mevrouw, die dat ziet er allemaal veel leuker uit, hè. Die zit in een bikini. En Sam van Rooij en Paul Cliteur, die zitten veel liever tegen die bikini aan te kijken. Hè. En dat weet deze mevrouw ook. En die is eigenlijk net zo gehersenspoeld misschien als deze mevrouw. En deze mevrouw die loopt in een bikini, omdat ze daarmee al die mannen wil behagen in de westerse, in de westerse wereld. Dus deze vrouw is ook helemaal niet vrij. Ja, hè? Dat dus is een argument. Zo, ja. Dat hoor je nogal. Ja, nu voor die cover gaat het niet op, omdat het gewoon een uniform eigenlijk is. Dat is opgelegd door het Olympisch Comité. Hè? Het Olympisch Comité, dat bestaat allemaal uit seksisten die helemaal doordrongen zijn van de westerse mentaliteit. Het zijn allemaal male chauvinist pigs die daar in zitten. Ja, als dat zou zijn, zouden ze misschien zeggen om naakt te beachvolleyballen natuurlijk. Ja, dat zou dan zouden ze nog een stap verder. Nee, maar ik ken het argument. Maar het zit er natuurlijk in, kijk, in een samenleving is er natuurlijk altijd een vorm van sociale druk. Hè? Ik kom naar dit interview en ik draag een hemd, omdat ik weet dat dat mij een zekere uitstraling geeft. Hè? Een positieve uitstraling, althans toch bij een bepaald publiek. Hè? Ik had misschien liever hier in mijn t-shirt gezeten, want dat zit misschien lekkerder. Maar dat is natuurlijk een heel ander niveau dan wanneer mocht ik ervoor kiezen om iets te dragen, dat ik daar echt fysieke consequenties van kan ondervinden, of ook consequenties van uitstoting, van intimidatie enzovoort. En daar gaat het natuurlijk om. Ik heb nog nooit een geval geweten van ja, kijk, een vrouw die hoge hakken draagt om te gaan werken, die doet dat natuurlijk omdat ze weet dat kan mijn carrière helpen. Ik zie er goed uit zo, men ziet dat graag. Maar die vrouw die staat natuurlijk op geen enkele manier onder fysieke dwang om dat te doen. Hè? Nee, dat is wel een groot verschil. We zouden misschien toch, het is misschien leuk even voor de sake of argument, om de situatie in de wereld even in een bepaald gedachte-experiment om die stand van de zaken in de wereld te veranderen. Hè? Kijk, laten we er nou eens van uitgaan dat in Pakistan, in Afghanistan, in Saoedi-Arabië en in Iran, dat alle vrouwen daar moeten lopen in een bikini. Moeten in een bikini lopen. Als ze dat niet doen, dan heb je een religieuze politie die komt met zwepen om ze in die, bikinis te gaan slaan. Ja? Dat is de situatie in de wereld. Als dat het zo zou zijn, dan zou ik weer moeite hebben met de bikini hier bij het Olympisch Comité. Want dan zou ik ze dus zeggen van ja, oké, dan komt het een beetje anders liggen. Dan geef je een verkeerd signaal af. Maar wij weten dat het zo niet is. Klopt. Dus als vrouwen in Nederland geen bikini willen dragen, maar ze willen wat meer verhullend badpak dragen, dan is er niet een soort van gemeentelijke politie die ze in de bikini slaat. Klopt. Maar ja, dat is natuurlijk wel het geval in Saoedi-Arabië en in Iran met de sluier en de burka. En daarom is die sluier en die niqab en die burka is eigenlijk een zwaar omstreden aangelegenheid. Nogmaals, niet alleen, Paul, omdat het daar de praktijk is, maar ook omdat het in die islamitische bronnen en geschiedenis en de leer van de islam, die ook door de islamitische rechtsscholen wordt bepaald, omdat het daar zo geboekstaafd staat natuurlijk. Hè. Ja. En dat vergeet men, en daarom het boek waarover men niet spreekt, bijvoorbeeld omdat die islamitische bronnen in de discussie die betrekking heeft op de islam en al zijn facetten, worden die bronnen, vind ik, veel te weinig, zelfs bijna nooit in Vlaanderen, naar boven gebracht om het daarover te hebben. Tenzij het een imam is die zegt, ja, je moet het zo niet interpreteren, het is allemaal goed en wel. Maar echte kritiek op de bronnen en een verwijzing ernaar, als het bijvoorbeeld over de hoofddoek gaat, dat is er bijna nooit in het debat. Nee, is natuurlijk zo belangrijk. Die meisjes die dat dragen en die zelf echt zeggen, we doen dat, we kiezen daar zelf voor, die maken het voor heel veel van hun zusters en andere meisjes natuurlijk moeilijker om er geen te dragen vanwege die zware symboliek die daaraan vasthangt.
Ja, dus we zouden er eigenlijk niet aan mee moeten werken. We zouden moeten proberen om dat terug te dringen, die bedekking. Dat zou bijvoorbeeld ook kunnen. Wij hadden onlangs een minister, Sigrid Kaag, die je ook in je boek aanhaalt, die dus naar Iran is gegaan. Ja. En in Iran, dat was een hele zielige aanblik, die minister van ons, dus die mevrouw Kaag, die stond daar dus gesluierd. Hè? En ze stond ook heel zielig zo voorover, met een beetje zo de hangende schouders. Ja, die stond ze zo daar voor zo'n Ayatollah. En dat zag er al zo treurig uit als symbool van het feminisme. Ik dacht, oh, wat is dat afschuwelijk. Die vrouw was zich eigenlijk zo zichtbaar op die foto aan het vernederen voor die Ayatollah. Dus ook helemaal aan te passen. Klopt. Terwijl dus, een mooi verhaal dat jij misschien ook kent, dat Oriana Fallaci, toen ze de Italiaanse journalisten, toen ze Ayatollah Khomeini interviewde, toen ging ze dus daar eerst naartoe. Ze zat in zo'n burka. Ja. En Khomeini die zat daar dus in de kleermaker zitten. Ze komt daar in die burka binnen, ze gaat bij hem zitten en ze begint meteen te praten. Waarom moet ik er zo uitzien? En Khomeini zegt, nou ja, dat hoeft, dat onze vrouwen doen dat vrijwillig, maar ja, dat hoeft eigenlijk niet. En whoops, rukt die burka af, gooit die burka dus neer, omdat ze daar gewoon gekleed is voor Ayatollah Khomeini zit. Ayatollah Khomeini, hoewel hij al oud was, springt op, lenig als een kat, zoals ze schrijft, gaat de kamer uit en daar zit dus Fallaci zonder eigenlijk haar, het object van haar interview. En dan krijg je lange onderhandeling en dan komt hij toch weer terug, Khomeini. Dan gaat hij toch het interview toestaan. Wel, ik ken het verhaal zeer goed, want ik ben net afgelopen weekend met onder andere Anke van der Meers en ook Philip de Winter naar Firenze geweest om Memorial Oriana Fallaci bij te wonen. Okay. Ik heb daar zelf ook gespeeched voor haar. Mooi. En Anke heeft de Free Speech Award gewonnen van Oriana Fallaci. Okay. En ik citeer haar uiteraard ook in mijn boek, want ik vind haar zo'n ontzettende heldin. En van dat soort mensen, want ik ben blij dat je haar aanhaalt, hebben wij er veel te weinig vandaag. Hè. Er zijn er hier en daar wel. Te weinig Oriana Fallaci. De moed. Ik bedoel, intelligentie, intellectualisme, dat is één ding. Maar het is vooral de moed die ontbreekt. Want de Nederlandse Oriana Fallaci, dat was Ayaan Hirsi Ali. Klopt. En die hebben wij het land uitgewerkt. Ja, absoluut. Dus je ziet mensen die hier echt opstaan en die moed betonen, die gedijen hier heel moeilijk, helaas. Mm. Maar ja, nogmaals over die sluier. Wat ik toch ook heel belangrijk vind om te benadrukken, is dan, wat is dan de oplossing? Hè? Want daar komen... En je zei daarnet al, je suggereerde, denk ik, dat we moeten het ontmoedigen misschien, of we moeten het blijven bekritiseren. Maar een van de hoofdpunten in mijn boek, we komen er misschien dadelijk nog wel op, maar ik wil toch al even aanstippen, is nu juist dat die sluierdracht, als die begint toe te nemen in schoolsverband of in wijken of in stadsdelen, welk verweer hebben wij daartegen als samenleving? Als wij beginnen met verbieden, wat dus die directrice van het Atheneum van Antwerpen, waar we het daarnet over hadden, wat zij heeft gedaan, dan vervallen wij natuurlijk zelf in een samenleving die we eigenlijk toch liever niet zouden willen zijn. Namelijk een tyrannieke, een dictatoriale samenleving waar wij we verboden beginnen op te leggen. En dat is nogmaals een van de essenties van mijn boek. Hallo, ben je nou nu eens niet een beetje overdreven? Nee, ik bedoel, ik onderbreek je even. Ja? Kijk, om te beginnen hebben we al een verbod op het dragen van religieuze kledij wanneer je in ambtelijke dienst bent. Dus daar begint het al mee. Dus wanneer jij ambtenaar bent, dan kun je geen keppeltjes, geen kruisen, de Franse laïcité, hè? Dus het Franse seculiere model. Dan je bent ambtenaar in de Franse overheid, dat wil dus zeggen, je hebt als uitgangspunt de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. De Franse staat is religieus neutraal, dus helemaal geen religieuze tekenen. Dus voor de ambtelijke dienst kunnen we dat al heel gemakkelijk, zouden we dat kunnen handhaven. Maar dat is zo'n klein percentage van onze samenleving. Ja, maar ik ga verder. Ja. Dus dan gaan we verder, dan kunnen we zeggen, dan gaan we kijken naar scholen. Dan kunnen we voor scholen toch gaan zeggen dat de meester voor de klas of de juf voor de klas, die moet niet al daar meteen religieus of ideologisch geoormerkt staan.
Dus nog als aanhanger van het socialisme, nog als aanhanger van het christendom, nog als aanhanger van de islam, of wat dan ook maar. Dus we hebben al het onderwijzend personeel. En dan is de volgende stap die je zou kunnen nemen. Ja, ik vertel nu allemaal dingen die voor jou misschien ABC zijn, hoor, die je beter weet dan wie ook, maar misschien niet alle kijkers. Dat is dat je de stap kunt gaan maken naar de leerlingen. En dan zou je dus kunnen zeggen, ten aanzien van de leerlingen zou je dan een beleid kunnen volgen. Nou, die leerlingen moeten beschermd worden door de staat tegen de druk die op die leerlingen wordt uitgeoefend vanuit het ouderlijk huis, maar ook misschien vanuit de religieuze omgeving of de medeleerlingen. Dus we zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou ja, tot 18 jaar. Op de school dan? Ja, toch? Ja, wel, ja. En dat is het model van mevrouw Heremans. Ja, dat zou toch gewoon, is toch gewoon mogelijk? Ja, en het is zo dat wij dat als Vlaams Belang in Vlaanderen, want ik ben ook politicus voor het Vlaams Belang, voor alle duidelijkheid, wij dat al vele jaren voor, maar daar komt maar niks van, omdat wij vrijheid van onderwijs hebben en scholen hebben heel veel autonomie om het zelf te beslissen. Ja. Maar wat ik vooral belangrijk vind, Paul, is dat je kunt dat allemaal doen. En wij werden vroeger ook niet toegelaten om welk hoofddeksel dan ook te dragen op school. Je mocht ook geen pet dragen, maar dat vonden we allemaal logisch. Ja, ja, ja. Maar er zijn twee dingen die ik problematisch vind. Ik moet je zeggen, ik doe dat ook niet. Kijk, ik kan natuurlijk dit petje, ik kan zo, in beginsel kan ik zo college gaan geven. Gaan we vissen dadelijk? Ik kan zo college gaan geven, maar op de een of andere manier zal toch onze rector zeggen, ja, dat is toch niet helemaal... Hè? Misschien moet hij ze andersom zetten. Ja. Nee, maar er zijn twee dingen die ik een beetje problematisch vind in heel de discussie over het verbod op religieuze symbolen. Als we bijvoorbeeld spreken over voor de klas staan, de leraar, maar ook de leerlingen trouwens, en ook achter het loket. Ik ben van het principe dat wij niet het kind met het badwater mogen weggooien. Mm. En daarmee bedoel ik, wij hebben een probleem met de islamisering en met de hoofddoek. Mm. Wij hebben geen probleem met het christendom of bijvoorbeeld met het jodendom. Mm. En ik wil niet de vrouw of het meisje dat al jaar en dag met een klein christelijk kruisje achter het loket zit of voor de klas staat, die wil ik nu niet gaan straffen omdat wij die hoofddoek zo graag willen uitbannen. Dus ik zeg, en mijn partij volgt, of ik zou willen dat mijn partij daar soms ook mee in volgt, wij maken gewoon een hoofddoekenverbod, maar geen verbod algemeen tegen religieuze kentekenen. Zeker niet wanneer het religies betreft. En ik zie jou al kijken. Ja, ik weet niet of ik hier allemaal met je eens ben. Nee, natuurlijk ben jij het niet met mij eens. Maar kijk, wij leven in een samenleving met een joods-christelijke traditie. Ja. En wij gaan toch niet onze eigen cultuur en geschiedenis en onze traditie gaan wij toch niet mee uitwissen samen met die verschrikkelijke islamitische hoofddoek die we natuurlijk wel zoveel mogelijk moeten uitwissen. Dat is mijn eerste stelling. En het tweede, maar je wilt daar vast ook op reageren, op die eerste stelling. Ja. Maar het tweede is natuurlijk wat met de wijken en de straten en de pleinen, want daar gaat het natuurlijk om. Hè. Je kunt het verbieden achter het loket, je kunt het verbieden op scholen, maar wat we zien is dat er hele wijken ontstaan in West-Europa, in België en in Nederland, maar zeker ook in grote landen zoals Frankrijk en Groot-Brittannië is dat enorm, waar je alleen nog maar islamitische sluiers ziet. Ook bij kleine jonge meisjes. En waar je dus als vrouw, als je daar doorwandelt, als westers geklede vrouw, waar je snel als hoer wordt bestempeld enzovoort. Ja, en dan zeg ik, moeten we daar dan als overheid, want daar ging het over, moeten we dat ook op straat gaan verbieden dan, om dat daar op te lossen? Ja, en dan zegt iedereen die de liberale democratische rechtsstaat genegen is, nee, uiteraard kun je dat niet doen. Ja. En daar ben ik het ook mee eens. En daarom heb ik dit boek ook geschreven, omdat we zitten dus met eigenlijk een onoplosbaar probleem, tenzij we onze eigen waarden dermate gaan uithollen, dat we zelfs een hoofddoekenverbod zouden invoeren op straat. Dat wij dus een soort politie, religieuze, tussen aanhalingstekens politie, in het leven roepen, die dan controleert op de hoofddoekendracht. Het tegenovergestelde van wat een land als Iran doet. Ja, en naar zo'n samenleving wil je ook niet natuurlijk. Nou, daar wil ik ook niet naartoe. Dat snap ik. Maar ik vind nog wel dat je dus... Ik vind dan altijd het goed om onderscheid te maken tussen wat ik noem de staat en de straat. De staat, dat is min of meer althans vooralsnog is dat min of meer onomstreden, dat je binnen de staat geen religieuze tekenen mag dragen. Dus het politieuniform in Nederland is nog niet aangepast aan
genezen. Dus dat is nog niet... In België ook niet. Nee, in België ook niet. Groot-Brittannië wel, helaas. Groot-Brittannië wel. Het leger ook niet. De rechterlijke macht ook niet. Dus rechterlijke macht nog geen hoofddoeken. Er is ook nog geen discussie over. Er is wel een korte discussie over geweest in Nederland. Ja. En in België ook, maar goed. Zeker. Ook over, ook over het politieuniform. Ja, om de 5 jaar laait het weer Zoals een beetje. Zoals Zwarte Piet komt dat telkens terug. Ja, komt telkens weer terug. Maar dus de staat hebben we vooralsnog religieus neutraal. De school is een beetje omstreden gebied. Ja, bij ons ook. Maar dus... Ik zou zeggen, de straat kan je dan vrij laten. Dus daar kun je dus daar hoef je, althans, we doen het dus niet ten aanzien van de burka. Dus er is een gedeeltelijk burka-verbod. En dat wordt ook steeds, in steeds meer landen komt dat erin. Hè? Dus, wij waren bij de eerste. Ja, jullie, dankzij Anke, Frankrijk toch, of niet? Bij de eerste, ja, ik weet niet precies. Maar dankzij Anke van der Meers, overigens. Ja, die ligt ook aan de basis daarvan. Ja, prima. Maar, Paul, ik bedoel, ik hoor wat je zegt, maar dan blijf je dus gewoon met het probleem zitten. Want jij zegt dus de straat. Hè, De straat blijft dus vrij wat dat betreft. Niet wat de burka betreft, maar wel wat de gewone islamitische sluier betreft, de chador, de hijab. Ja. Ja. Maar ja, dan krijg je dus die wijken die er vandaag al zijn, waar meisjes gedwongen worden om het te dragen en waar meisjes die het niet doen hoeren zijn, worden bedreigd, worden uitgescholden, waar onze vrouwen niet met een kort rokje kunnen doorlopen. En dan los je dat probleem dus niet op. Ja. En dat is natuurlijk verschrikkelijk, want die wijken, die zijn wij... eigenlijk kwijt aan aan de islam. Want die wijken zijn niet meer westers, die zijn niet meer vrij, die zijn geïslamiseerd, zoals ik het in het boek noem. Ja. En niemand heeft daar een oplossing voor. Nee. Tenzij je, nogmaals, maatregelen gaat nemen die tiranniek zijn. Hè. Een ander voorbeeld wat dat betreft zijn wijken in Frankrijk waar vrouwen niet meer zichtbaar zijn in het straatbeeld. Kun je daar iets over zeggen? Want daar schrijf je over en dat is eigenlijk een heel interessant punt. Ik denk dat het op veel mensen indruk maakt wanneer ze zich te realiseren hoe dus Franse buurten in sommige steden er tegenwoordig uitzien. Daar schrijf ik heel lang over, omdat ik het echt symptomatisch vind voor de islamisering. Namelijk dat er hele wijken zijn waar je dus minutenlang kunt doorwandelen. En je kunt dat ook op YouTube zien, maar ik beschrijf het in mijn boek. Een aantal dames hebben dat gedaan, doen dat en hebben dat gefilmd. En waar je dus minutenlang, straat na straat, plein na plein, café na café, geen enkele vrouw ziet. Alleen maar mannen, vooral jonge mannen. En die vrouwen, waar zijn die? Ja, die zitten gewoon thuis. Hè? En die worden eigenlijk opgesloten door hun man. Die zitten achter de voordeur, achter de voorgevel. Die mogen af en toe allicht wel het huis verlaten, maar dan onder begeleiding en natuurlijk ook zwaar gesluierd. En dus... die vrouwen... Maar daar staat de feministische beweging onder aanvoering van Anja Meulenbelt. En die staat toch vooraan om dat te gaan bestrijden, ja, of niet? Ja, ik zou dat wensen dat het geval was. Niet. Maar helaas... nu, er is wel in Frankrijk, want we hebben het nu over Frankrijk. Ja. Daar is het probleem natuurlijk heel erg. Heb je dus een beweging die heet Brigade des Mères. En ja, dat zijn dames zowel van allochtone als autochtone origine. Dus ook dames die uit de moslimwereld komen. Zeg maar Ayaan Hirsi Ali-achtige dames. Waar ik zeer veel respect voor heb, voor hun moed. Die dus proberen die straten te heroveren. En dus de cafés binnengaan en aan die mannen die daar rondhangen op de pleintjes vragen. Waar zijn jullie dochters, zusters en moeders? Waar zijn die? We willen die zien. Waarom zitten die hier niet? En die zijn thuis. Die zijn dus thuis, maar dat is niet alleen ontzettend moedig van die Brigade des Mères. Maar dat bewijst toch dat het al 11:55 is. Dat de staat daar de samenleving totaal uit handen heeft gegeven aan de islam. En dat er dus bewegingen moeten worden opgericht. Dat gebeurt dan wel gelukkig. Van dames die daar effectief de wijk proberen terug te veroveren. Ja, dat is voor mij zo'n typerend voorbeeld waar we naartoe zijn aan het evolueren. En ook nogmaals een voorbeeld van iets dat volgens mij niet is op te lossen. Tenzij je, nogmaals, want hoe zou je bijvoorbeeld, Paul, die dames die dan verborgen zitten achter de huizen en die door hun man en hun broer en hun oom worden binnengehouden, hoe ga je die buiten krijgen? Ga je dan als een soort Stasi deur na deur, huis na huis aankloppen en binnengaan en binnenvallen en zeggen, ik wil jullie dochter zien, ik wil jullie vrouw zien,
haal ze naar buiten, verplicht ze niet onder de hoofddoek. Dat kun je toch niet doen? Dat kunnen wij toch als een vrije democratische rechtsstaat niet doen? Nee, maar nu focus je meteen in op het allermoeilijkste. Maar je kan, ja, het is al zover. Maar je kan klein beginnen. Kijk, om te beginnen is het zo dat hier ligt een hele stapel boeken op tafel. Ja, de boeken van Anker van der Meers, het boek van jouw vader, het boek wat jullie samen hebben geredigeerd. We hebben hier het boek van Paul Nielsen over die islamdebat. Anne-Marie Waters heb ik net gelezen, Beyond Terror, geweldig boek. We hebben jouw boek. Dat is haar nieuw boek van Anne-Marie Waters. Ja, geweldig boek. Deze boeken moeten om te beginnen gelezen worden. Ja? En dan moeten boekhandelaren komen, zou ik me zo voor kunnen stellen. Maar ik ben nu even heel optimistisch hoor. Die dit naast de kassa gaan leggen. Hè? Weet je, bij die boekhandels dan zie je altijd naast de kassa zien van die boekjes liggen. En dan sla ik daar één blik op en denk ik, oh nee, oh jee, het ligt er ook. Weet je wel, het is, ja? Maar hier moet je dus moeite voor doen om die boeken te krijgen, soms. Ja. Ja? Dus van Anker van der Meers moet ik echt moeite doen om dat te krijgen. Ja. Ik weet niet hoe het met jou, met de boeken van Doorbraak zit. Maar die worden goed verdeeld. Oké, dat is goed. Ja. De eerste druk is uitverkocht. Nou, dan zijn we dus al een stuk verder. Optimisme. Dan zijn we dus eigenlijk al een stukje verder. Dus het moet ermee beginnen dat die boeken gelezen worden. En dat mensen zich een beetje... En dat ze het ook, dat ze niet alleen verkocht worden, maar dat ze gelezen worden. Dus dat mensen ook, ik denk, wat je nu net hebt verteld, het voorbeeld over Frankrijk, veel mensen weten dat niet. Het valt mij altijd op als je zoiets vertelt, dan zeggen mensen, geloven ze het zelfs. Is dat zo? Soms geloven ze het zelfs niet. Of ze geloven het niet. Zo surrealistisch eigenlijk toch ook is. En mensen geloven. Dus dat moet allemaal dus dan gaan groeien. En ja, dan moet je een discussie krijgen over welke maatregelen zijn proportioneel, denk ik. He, dan krijg je dus een discussie over mag de staat soms ingrijpen ter bescherming van de positie van anderen? Nou, in de 19e eeuw is dat gewoon gebeurd. Er werden natuurlijk ook argumenten aangedragen tegen de kinderarbeid. Dat mensen zeiden, we gaan geen regels maken. Nou, op een gegeven moment heeft de staat gezegd, als we het gewoon overlaten aan het vrije systeem van vraag en aanbod, dan hebben we nog steeds kinderarbeid. Dus de staat kan wel maatregelen gaan nemen. En dat zouden ze toch hier ook kunnen doen. Ja, maar dan is het opnieuw de vraag, welke maatregelen? Ja. En dan vertrek je ook, Paul, en dat vind ik ook een enorm probleem dat ik ook aankaart in het boek, vertrek je ook een beetje toch vanuit het idee dat de staat uiteindelijk alles kan oplossen. Hè? En dan geloof je toch in een soort maakbaarheidsidee dat je iedereen en elke cultuur in je samenleving uiteindelijk wel kunt opnemen en uiteindelijk met welke maatregel dan ook kunt en zult integreren. Ja, wel, ik geloof daar al lang niet meer in. Oké, dat ben ik met je eens. Maar dan moeten we nog even naartoe, want anders denken mensen dat we niet verder kunnen dan de kaft komen. Maar we hebben aan de hand van de kaft eigenlijk heel wat. Laten we dat wel even vaststellen, want niet alleen over de kaft hebben gehad. Nee, oké. Dus nou zeg jij, dus jij... Je gelooft niet in de hervormbaarheid van de islam. Dat is een systeem dat niet gemakkelijk in ieder geval te hervormen zal zijn. Wel, ik citeer daar Douglas Murray in, want ik vind dat hij het heel goed zegt. Ik denk dat de kans heel klein is dat de islam serieus valt te hervormen. Mm-hmm. Maar zelfs als het ooit zou lukken, zal dat nog zo lang duren. Ja. Dat we dat risico gewoon niet moeten lopen om als samenleving daar echt op in te zetten. Ja. En dus ook gewoon het beleid te blijven voeren van moslimimmigratie, islam, facilitering enzovoort. Maar dat kan je stoppen. Ja, dat is dat. Dat zeg ik natuurlijk ook in het boek. Dus we gaan het onszelf niet moeilijker maken dan nodig is. Er moet een migratiestop komen of een moratorium op migratie voor 10 jaar. En dan eens even kijken hoe het gaat. We moeten westerse landen moeten weer de controle krijgen over hun eigen grenzen. Zelf mogen bepalen wie ze wel en niet gaan toelaten. Dus dat moet er gebeuren. En als je dat nou allemaal gaat doen... misschien dat we dan een beetje... Ja, dat is uiteindelijk... Ik bedoel, het boek gaat over islamisering, hè, wat een proces is. Ja. Het is het islamitischer worden van je samenleving of je cultuur. Hè. Pim Fortuyn natuurlijk heeft dat woord als een van de eerste, denk ik, toch in de lage landen naar voren gebracht. En dat vind ik zo belangrijk om te laten zien dat het een geleidelijk proces is. Ja. Dat om te beginnen natuurlijk door die massa-immigratiestromen loopt.
Maar verder natuurlijk ook door de islam te faciliteren, te pamperen, hè, zoals dat vaak gaat. In Vlaanderen ook te subsidiëren. Hè. Er worden bij ons zelfs Turkse moskeeën van Erdogan gesubsidieerd. Er worden Koranscholen toegelaten, wat natuurlijk allemaal waanzinnig is. Maar ja, die moslim-immigratiestroom, die stopt natuurlijk niet, hè, ondertussen. Dus, want je zei net van... Die boeken stopt niet natuurlijk... vanzelf. Nee, die stopt niet vanzelf. Je moet zeggen dat je controle wilt krijgen over de mensen die je tot je land toelaat. Ja. Zoals je ook controle hebt over de mensen die je in je auto toelaat en in je huis toelaat. En een land is uiteindelijk toch, het land is het eigendom van de mensen die er wonen. Ja, klopt. En zoals je dus ook mensen op je feestje kan weigeren, zou je toch ook mensen moeten kunnen weigeren om in je land te komen. Eigenlijk is het ook niet zo'n gekke gedachte. Het is alleen een gekke gedachte wanneer je ervan uitgaat dat de rechten die toekomen aan nationale staatsburgers aan iedereen op de hele wereld maar toekomen. Dat zijn de gekke gedachten eigenlijk. Ja, we hebben een Nederlands wetboek van strafrecht. We hebben een Nederlandse grondwet. En die Nederlandse grondwet geldt voor de Nederlandse staatsburgers. Maar als je nou het gelijkheidsbeginsel dat in de Nederlandse grondwet in artikel 1 is neergelegd. Daar kunnen de Nederlandse staatsburgers zich op beroepen. Maar nou lees ik dus boekjes van immigratiedeskundigen zeggen. Ja, eigenlijk zou iedereen zich op die Nederlandse artikel 1 moeten kunnen beroepen. Dus iemand die in Senegal woont. Die kan zich op artikel 1 van de Nederlandse grondwet beroepen. En dan gelijke behandeling claimen ten opzichte van iemand hier in Nederland, staatsburgers. Dat is natuurlijk een gekke gedachte als je er even over nadenkt. Ja, klopt. Klopt. Daar zit ook natuurlijk het aspect in onze mentaliteit, in de tijdgeest waarin we leven, dat wij een schuldgevoel hebben als westerlingen. Ja, daar schrijf ik de oikofobie, het hoofdstuk oikofobie over. Occidentofobie, oikofobie, racificatie. Ja, oikofobie. Dat is de angst eigenlijk voor het eigene of de haat jegens het eigene, zelfhaat. Ja, haat is, en zelfhaat is natuurlijk een sterk woord, maar het is vooral de drang om de ander, zeg maar, continu te vergoelijken, te verschonen, om er ook respect voor te hebben, zelfs al is dat totaal niet aan de orde, of is dat totaal waanzinnig om er respect voor te hebben. En wij voelden ons natuurlijk zo schuldig over ons verleden, dat wij heel de wereld willen helpen en willen redden. Ja. En je sprak net over staatsburgerschap, maar het is natuurlijk zo dat die vluchtelingenstromen, dat is daar een voorbeeld van. Hè. Die mensen die hier komen, die hebben natuurlijk nog lang niet het staatsburgerschap. Ze zullen dat misschien nooit wel krijgen. Of na een aantal jaar kan dat, althans in België toch. Maar toch willen wij hen al opvangen, willen wij hen een dak boven hun hoofd geven, willen wij hen te eten geven, willen wij hen integreren, een sociale woning geven, een leefloon. In Nederland heet het geloof ik de bijstand, een bijstandsuitkering geven. Ja. Ja, en dat is natuurlijk... En op zich klinkt dat allemaal heel mooi, maar niet alleen hol je daarmee je financiële draagkracht totaal uit, maar ook als je dat doet bij mensen die een totaal ander cultureel waardepatroon hebben, dan importeer je natuurlijk gewoon kleine islamitische enclaves. Hè. Ja. Daar schrijf ik ook over die asielcentra. Zie je gewoon in dat wat daar in zit in die asielcentra. Ja. Dat zijn moslims die natuurlijk gevlucht zijn voor de terreur en het geweld van de Islamitische Staat. En voor de oorlog die daaruit ontstaat. Hè. Ja. De reactie van Assad enzovoort. Maar die hebben wel in grote mate dezelfde ideeën als de Islamitische Staat. Over vrouwen, over homoseksuelen, over joden, over hoofddoekdracht, over de niet-moslim, hè, de kafir. En dan zie je in die asielcentra, zie je eigenlijk gewoon dat daar kleine sharia-zones eigenlijk zijn, waar de weinige christenen die er dan zijn en de enkele homoseksuelen die er dan zitten, waar die opnieuw worden bedreigd en worden vervolgd. Net datgene waar die mensen ook voor gevlucht zijn uit Syrië en Afghanistan en uit Irak. Dus dat is toch totaal waanzinnig. Mensen moeten het zelf gaan lezen in het boek, want voordat je het weet gaan we te veel vertellen. Ik dacht... waarover men niet spreekt. Wij hebben er wel over gesproken in ieder geval vandaag. We hebben er uitvoerig over gesproken. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. Ik wil het laatste woord, omdat ik nog even wil zeggen dat ik het boek met ongelooflijk veel bewondering heb gelezen. Het is goed geschreven, maar je bent een goede schrijver. Want je hebt je hebt al op hele jonge leeftijd heb je jeugdboeken, wat dan heet kinderboeken of jeugdboeken heb je geschreven. Je kan goed schrijven. Wat ik ook heel goed vond, dat wil ik ook nog even zeggen.
Het boek is zo ongelooflijk goed empirisch onderbouwd ook. Ik geniet van de cijfers. Want je hebt altijd hier van de meerderheid dit, de meerderheid dat. Nee, het is interessant van hoeveel precies. Hoeveel procent zegt dit? Hoeveel procent zegt dat? Je geeft allemaal uitvoerige, cijfermatige en empirische onderbouwing. En, ik ben ingenieur, dus... Ja, dat is waar. Nou ja, goed, ik wil iedereen aanraden om dat te lezen. Ik denk dat er heel veel van te leren valt. Ik wil je danken voor dit gesprek. Dank je wel.